Hi, goedemorgen, Guido Fox hier zo. Welkom bij een nieuwe boekbespreking. En vandaag wil ik het hebben over de Chakra boek van Osho. Healing Energy and Healing Power of the Subtle Body. Het gaat over het openen van je chakras. En het openen van je chakras, zoals jullie misschien wel mij volgen, is eigenlijk enlightenment. Is eigenlijk spirituele transformatie. Is eigenlijk optimale gelukzaligheid, is eigenlijk de optimale vorm van wijsheid en de optimale vorm van intelligentie. Dus het openen van je chakras is spiritual transformation, is spirituele transformatie, is uiteindelijk waarvoor we hier zijn op aarde om je te openen. En als je jezelf kan openen, kan je uiteindelijk ook weer liefde delen aan anderen. Dus een vrij fundamenteel boek van Osho, de Chakra boek. En dat beschrijft er eigenlijk het spirituele enlightenment phase die eigenlijk onze ziel wil. Onze ziel wil verlicht raken. We doen er alles voor. We sporten heel erg hard om uit ons hoofd te raken. We vrijen heel erg veel. We denken vaak aan seks. Dat is ook een eerste ingang tot spirituele ontwikkeling. Eerste glimps, zegt Osho, schrijft Osho, komt via seksuele ontwikkeling. Dus dat zijn allemaal methodes waar we denken van we zoeken ons daar geluk in. Maar eigenlijk willen we niets anders dan dat onze chakras openspringen. En dat betekent, en dat zie ik in de spirituele wereld heel erg veel, dat we heel erg ingaan op knowledge. We gaan heel erg in op kennis van de chakras. Maar het is niet de bedoeling dat je heel veel weet over chakras, of waar ze voor staan, of wat ze betekenen. Maar uiteindelijk wil je toe naar je chakras voelen. En kan het weten, kan juist een belemmering zijn om die chakras te kunnen voelen. Kennis, dat constant maar in je hoofd zitten, kan uiteindelijk juist een blokkade zijn om die chakras in je lichaam te kunnen voelen. Je moet veel meer naar intuïtie en gevoelbasis gaan als je spiritueel verlicht wil raken. Dat kan alleen maar door middel van meditatie en de contemplatie en constant bij die chakras te zijn. Constant je aandacht te gaan focussen op die chakras in je lichaam. Osho schrijft erover, ik heb hem ook gequote op mijn social media kanalen. One has to feel the chakras, not know about them. You have to feel, you have to send feelers inside yourself. Only when you feel your chakras is it helpful, otherwise it's not helpful. So, in fact, knowledge has been very destructive as far as the inner world is concerned. The more knowledge gained, the less the possibility to feel the chakras, the real, the authentic things. Dus hier legt hij ook een focus van de chakras naar het kunnen inzien wat er in een mensenleven gebeurt. Het inzien wat er in een maatschappij gebeurt. Je kan veel meer dingen voelen. Je wordt ontzettend sensitief als die chakras geopend zijn, maar je kan ook dingen gaan voorspellen. Je kan ook in de toekomst meer kijken. En dan bedoel ik niet in een glazen bol, maar je kan heel veel dingen aanzien, komen, voelen. Dat bedoelt Osho ermee, dat die chakras zijn eigenlijk dynamic wheels, noemt hij dat. Het zijn wieldraaien in je lichaam en ook nog eens gigantisch sensitief. Dus die gaan dingen oppikken uit jouw omgeving, bij het innerlijk gevoelsleven, bij een persoon, wat er aan de hand is. Dus je kan heel veel dingen gaan
oppikken en heel veel dingen gaan voelen bij mensen, wat er onderhuids speelt. Dat maakt je al kwetsbaar, maar ook door elke keer weer door die kwetsbaarheid heen te gaan, maakt dat uiteindelijk je ook weer sterker. The word chakra means the wheel, the moving wheel. So a chakra is a dynamic center in your being, almost like a whirlpool, whirlwind, the center of the cyclone. It is dynamic, it creates an energy field around you. So, als je bij de chakras bent en je voelt die lijnen in je lichaam, en ik ga dadelijk nog wat meer in op de verschillende chakras, op de lijn die je kan openen in je lichaam, dan krijg je een ander soort energieveld om je heen. Zelfde energieveld als Osho, zelfde vredige energieveld als Thich Nhat Hanh, zelfde energieveld als Jezus Christus. Je krijgt een walm van vrede om je heen als je die chakras kunt openen en kunt vasthouden. Dus you have to send feelers. Jouw geest moet ontzettend gaan samenwerken met die chakras. En dat is de grootste challenge van mensen die hiermee bezig zijn met spiritueel ontwaken en met energiewerk, is om constant bij alles wat je doet in jouw leven, bij elke activiteit die je doet, om je hersenen samen te laten werken met jouw chakras. Dus telkens met jouw hersenen naar jouw chakras. Telkens naar de kroonchakra. Telkens naar de derde oogchakra. Telkens naar jouw hartchakra. Telkens naar jouw handchakra. Naar jouw voeten. En zo kan je heel je lichaam afgaan om te zoeken naar warme plekken in jouw lichaam die uiteindelijk gaan glowen, die jou glimpsen gaan geven, die extatisch aanvoelen en waar je uiteindelijk ook heel veel energie van krijgt. Dus spiritueel ontwaken is telkens met je hersenen, met je hoofd, met een wil ook, je moet ook willen verlicht te raken, uiteindelijk naar die chakras te gaan in jouw lichaam. Dan verloopt jouw dag altijd heel erg goed. Sommige spirituele literatuur hebben het over 3 chakras. Sommige hebben het over 4. Sommige hebben het over 7. De Bijbel gaat bijvoorbeeld uit van 7. Hè? En de wereld is in 6 dagen gemaakt. Maar juist die 7e dag is een rustdag. En die 7e dag staat voor de 7e chakra. Dat is je kroonchakra. En die gaat dan branden. Die gaat burnen. Dat is de lotus chakra. En dat is de 7e dag. Dat betekent dat je bent aangekomen. Dat je thuis bent gekomen. Dat je de wereld hebt verlaten. Dat je het aardse hebt verlaten. En dat je uiteindelijk thuis bent gekomen. In rust, in kalmte. Dus heel dat Bijbelverhaal van die scheppingsverhaal is niet anders dan het spirituele ontwakingsproces wat een mens kan doormaken in zijn leven. Dus chakra-openingen is de essentie van religie, is de essentie van spiritualiteit en is de essentie van het leven. Dus die chakras, die 7 chakras uit de Bijbel, het kunnen er ook 4 zijn, die zal ik dadelijk wat opnoemen, een paar en wat dieper op ingaan. Maar uiteindelijk is dat wat je wilt bereiken. Eerst even ingaan op de 7 jaren. 7 jaar is ook een heel belangrijk getal in de Bijbel. 7 magere jaren, 7 vette jaren. En wat je ziet is dat ook iedere 7 jaar jouw energieveld verandert, jouw interesse veranderen. En uiteindelijk heeft dat ook weer te maken met spiritualiteit. Nou, als je geboren bent als kind, hè, dan ga je lekker buiten spelen en dan ben je op ontdekkingsreis en sta je open voor de wereld.
Hè, die ogen die glinsteren en alles wat er komt kijken bij jouw eerste levensjaren is uiteindelijk het opnemen van nieuwe informatie, het opnemen van nieuwe indrukken. Van je 7 tot je 14e ga je je ook meer openstellen naar mensen toe. Ga je naar de basisschool en de kleuterschool en uiteindelijk ga je als sociaal wezen ontwikkelen, maar vaak nog bij hetzelfde geslacht. Van je 14e tot je 21e schrijft Osho, word je een Don Juan. Je gaat je bezighouden met het andere geslacht. Dus je gaat van de homoseksuele fase naar de heteroseksuele fase. En ben je bezig met voortplanting, motieven. En ben je bezig met jezelf daar te ontwikkelen. En op een gegeven moment van 21 tot 28 ga je met carrière bezighouden. Eigenlijk had je dan al volgens de natuur kinderen moeten hebben. Dus je 14e en je 21e ben je het meest potent, ben je het meest vruchtbaar. En daarna ga je settelen en dan ga je uiteindelijk bezighouden met carrière, met auto's, met het financieren van je gezin, het onderhouden van je gezin van je 14e tot je, van je 21e tot je 28e. Op een gegeven moment kom je in een fase dat je denkt van, hé, ik heb alles. Ik heb een gezin, ik heb een auto, ik heb een huis. Ik ga verder zoeken. Ik ga verder kijken. Dan komt uiteindelijk, gaat die spirituele zoektocht naar de zin van het leven, gaat een belangrijke rol spelen. Maar, er is een grote maar. En Osho beschrijft daar een heel belangrijk punt. En dat is uiteindelijk dat je op die levensfase van 30 tot met 40 ga je inderdaad bezighouden met religie, maar ga je als een conformist ga je bezighouden met een religie. Je gaat de gebaande paden volgen. Je gaat misschien bij een kerkgenootschap, je gaat misschien naar een moskee, je gaat naar een synagoge. Je gaat religie beleven zoals iedereen dat doet. En op een gegeven moment loopt men spaak. En dan wordt er de leeftijd van 42 bereikt. En dan neemt je levensenergie af. 49, de dood komt dichterbij. En dan krijg je opeens de midlife crisis. En dan schieten we terug naar de seksuele fase. We gaan weer om ons heen kijken en we willen weer wat vrijer met misschien wat jongere mensen om ons weer jong te kunnen voelen. Uiteindelijk zie je dan dat er grote teleurstelling is opgetreden ook over het religieuze aanbod wat er was. Wat er misschien dat je teleurgesteld was in de kerk. Misschien dat je teleurgesteld was wat er verteld was in de synagoge of de Indiaanse tempel of de moskee of allerlei andere geïnstitutionaliseerde organisaties. Dan ben je 56 en 65. Hè? We gaan telkens weer stapjes van 7 jaar verder. En wat je ziet is dat dan gaan op een gegeven moment mensen op zoek naar spiritualiteit. Dan gaan mensen op zoek naar een spiritueel centrum, naar meditatie, naar retretes, met mensen die daarmee bezig zijn. En wat Osho schrijft, is dat dat eigenlijk veel te laat is. Je beste manier om spiritueel te ontwikkelen is op je 29ste, 30ste. Dan ben je nog jong. Dan heb je misschien je voorplanting gehad, je gezinsleven. Dat is de beste tijd om je spiritueel te ontwikkelen dan via dit pad. Dus hè, op je 65ste en je 56ste, dan stap je uit de sociale cirkels. Hè. Je gaat niet meer naar de golfclub, je gaat wat minder naar de kerk, naar groepjes. Je vrienden nemen misschien wat meer afscheid mee. Je stapt uit de social dynamics, uit de kleine sociale cirkels. Daar stap je uit en dan uiteindelijk ga je inderdaad vanuit de behoefte om alleen te zijn, want die zit daaronder, ga je uiteindelijk je spiritueel
zoektocht. En je gaat die zoektocht ga je dan afleggen. Dus 56 jaar, 65 jaar staat in het teken van spiritualiteit en zingevingsvragen. Levensinvulling. Dat is de leeftijd waarin dat gaat spelen. Ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad even ook voor jullie kijkers even duidelijk te maken van hey, wat voor levensfasen zijn er nou? Waar kan je ook tegenaan lopen, hè, met betrekking tot de life coaching, op het gebied van relaties, op het gebied van leiderschap, op het gebied van life path change, carrière moves. Hè, dat zijn allerlei dingen die kunnen spelen in telkens die 7 jaar, van je 7 tot je 14, tot je 21ste, tot je 56ste, tot je 65ste. Wat kan er spelen in het leven van een mens in die verschillende fases van je leven? Dus de meeste mensen zijn op een gegeven moment op zoek binnen de spiritualiteit als zij de 65 of de 56 jaar zijn gepasseerd. Nu wil ik graag toegaan naar de chakra openings. Allereerst misschien belangrijk om te vertellen dat je 3, 4, 5 aardse chakra's hebt. Dat zijn chakra's die zitten in de buik en die zijn gerelateerd aan je ego en gerelateerd aan je overlevingsinstinct. De eerste chakra die zit onder in je buik en die hoef je van mij betreft niet te voelen, maar weet is daar wel voldoende. Maar die staat voor eten. De eerste levensbehoefte van een mens is onderdak, maar vooral ook eten en drinken. Zonder eten en drinken ga je dood. Dus eten en drinken is jouw basisbehoefte. Dus jouw eerste chakra, jouw eerste animal chakra, jouw beest chakra, is gerelateerd aan overleven, is uiteindelijk gerelateerd aan je overlevingsinstinct. Dus mensen die heel erg in hun eerste chakra blijven hangen in hun spirituele ontwikkeling, worden vaak dik, worden vaak zwaar. Osho beschrijft het als de muhabba. Dat is de seksloze, dikke mens. Dat is de lagere soort. Het lagere mens die zich niet weet in te houden, die zich niet kan beheersen en echt bij die eerste chakra blijven hangen. De zware, dikke mensen zitten in die eerste chakra. Als dat onder controle is, als jij genoeg te eten hebt, je kan je beheersen, dan ga je naar de tweede chakra. En de tweede chakra is de dominating chakra. Dat is de chakra van proberen andere mensen te domineren, als een dier, als een beest. Dat komt omdat je al onderdak hebt, je hebt al eten en je wilt je voedsel behouden. Je wil je tuintje beschermen, je wil je rijk uitbreiden. Dus wat ga je doen? Je gaat andere mensen domineren om dat te kunnen bereiken. Dus jouw tweede chakra is ego. Egocentrisme, domineren, onderdrukken. De derde chakra is de sekschakra. Je wil je natuurlijk voortplanten als man met zoveel mogelijk vrouwen, met goed nageslacht, genetisch materiaal. En uiteindelijk ook de manier van seksualiteit is uiteindelijk je derde chakra. Je wilt seksueel ook ontwikkelen voor jouzelf. Wil je daar verder in groeien. Dus er zit ook een self-development aspect onder. Die derde chakra is nog het meest sociale, want seks shares. Je deelt fysiek, je deelt warmte, je deelt misschien ook wel liefde, maar eigenlijk is die derde chakra is nog het meest sociale, want het shares. Het creates zelfs. Er kunnen kinderen uit voortkomen.
Dus je kan iets creëren met die derde chakra. Deze drie chakra's, de voedselchakra, de dominating chakra en de sekschakra, zijn de aardse chakra's. De meeste mensen, 99,99999% van de mensen, blijven in hun leven daar hangen. In een personal transformation, personal development, blijven de meeste mensen hangen in deze drie dingen. Het is voedsel, eten, auto's, huis, onderdak, gezin, seksualiteit en mensen naar beneden trappen in organisaties om jezelf beter te voelen, maar ook om meer te verdienen, om hoger op te komen. Dus ego. Dan gaan we naar de vierde chakra. En ik ga er zes behandelen. Op dit moment zijn er nog heel veel andere. De vierde chakra, dat zijn eigenlijk is de hartchakra. En de hartchakra, en dat is misschien interessant om te vertellen, is weer verdeeld in vier chakra's. Dus ik kan doorgaan met allerlei chakra's. Maar de hartchakra bestaat uit vier chakra's, maar is eigenlijk het middenrif in jouw lichaam. Die chakra's kun je openen. Die kan je openen door constant daar te zijn en constant daarop te mediteren en te contempleren. De hartchakra is God, is liefde. God is liefde. Liefde zit in je vierde chakra. Op het moment dat je die gevonden hebt en die zich heeft geopend, kan je ook daadwerkelijk liefde geven. Anders geef je alleen maar liefde uit leegheid. En liefde uit leegheid is niet goed. Je kan pas echte liefde geven uit volheid. En die volheid, God, liefde, kan je alleen maar vinden in jouw hartchakra. Kan je alleen maar daar ontmoeten. Op het moment dat je die vierde chakra hebt geopend, dan ga je naar je derde oogchakra. Je derde oogchakra zit tussen je wenkbrauwen en bestrijkt nog een aardig groot gedeelte. Op het moment dat je die vindt, dan ben je op de goede weg. Omdat uiteindelijk spirituele energie naar boven gaat stromen, omhoog. Dus na die hartchakra komt het derde oogchakra. Derde oogchakra, als jij overlijdt en je voelt alleen je derde oogchakra, dan kom jij terug, dan reïncarneer je op datzelfde punt. Op het moment dat je de Sahasrara bereikt, de hoogste top, dan kom je niet meer terug op aarde. Want je kan uiteindelijk niet reïncarneren en als een baby op aarde komen en jouw kroonchakra voelen. Dat is onmogelijk. Dus die derde oogchakra, dat is een belangrijke chakra om te openen. De zevende chakra is je Sahasrara. Die zit een beetje rechts van je schedel. En dat kan een warm gedeelte worden. Dat is de kroonchakra. En dat is de seven pillar chakra, wordt er ook genoemd. De lotus chakra, de bloem, de flower, de kroon. Dus je kroont jezelf in deze als je deze voelt. Als deze chakra warm is, dan kroon je jezelf in deze. En dan ben je thuis gekomen. Je hoeft niet meer ergens heen te gaan. Je kan deze voelen. Het is warm. Het is zacht. Het is puur liefde. Puur awareness. Wat er op je kroon zit. Wat er op je schedel kan plaatsvinden. Maar het blijft altijd om bij elke oefening die je doet, bij elke activiteit die je doet, om constant je aandacht te richten op de chakra's in je lichaam. Op het moment dat jij de Sahasrara opent
En Jezus had het daar ook over. Dan is er geen tijd meer. Je tijdsbesef gaat weg. Je leeft in een ander soort dimensie waarin plaats en tijd irrelevant zijn geworden. Dus there's no time. Er is geen tijd meer. De tijd lijkt vanzelf te gaan. Ik merk het ook bij mensen. Als ik er ben, jee, wat is de tijd tot snel gegaan. Het lijkt 10 minuten geleden. Het lijkt of ik in een soort droom zit. Dus je hebt geen tijdsbesef meer. Belangrijkste ook, een belangrijke ding in het boek van Osho is ook om een echte individueel te worden. Dus iemand die zelfstandig is, onafhankelijk is en zich niet laat meetrekken naar de consciousness levels van de massa, van de crowd. Probeer eruit te blijven en probeer niet teruggehaald te worden naar de manier van leven van de massa. De manier van leven wat de massa een beetje doet. Dus, maar dan kan je je natuurlijk eenzaam voelen, omdat je niet meer bijvoorbeeld naar de vrijdagmiddagborrel gaat. Maar dat maakt je juist sterker. Je moet naar de mountains toe gaan. Je moet naar de bossen toe gaan. Je moet de eenzaamheid kunnen doorstaan. Beyond loneliness noemt Osho dat. Je kunt alleen maar spiritueel groeien als je alleen kunt zijn en daar volledig tevreden mee kan zijn. Als je niet tevreden kan zijn met alleen zijn, dan ga je het niet redden. Dan heb je blijkbaar telkens mensen nodig om jou heen. De laatste twee dingen. De mens lijdt het meest van twee basisangsten. Er zijn twee angsten die uiteindelijk de mens heel zwak maken. Dat is de angst voor de dood en de angst voor seks. En die zijn aan elkaar gekoppeld. Je ziet het ook, hè, bij corona, de angst voor de dood is misschien wel erger dan de angst voor het virus zelf. De angst voor de dood, puur de angst om dood te gaan, zorgt ook dat je dood gaat. Als je telkens met je ratio, met je verstand bij de dood bent, dan leef je niet je leven 100% intens gelukkig. Omdat je telkens met de toekomst bezig bent. Je bent telkens met die angst op de achtergrond bezig. Daardoor zul je niet optimaal kunnen leven. Dus angst voor de dood, droppen. Drop this fear. Je zal de angst voor de dood moeten loslaten. In de prullenbak moeten gooien om uiteindelijk goed te kunnen leven. Angst voor seks is eigenlijk ook de angst voor de dood. Als je bang bent om seks te hebben, ben je bang om je kwetsbaarheid te durven tonen. Hoe meer jij je kwetsbaarheid durft tonen, hoe meer zelfvertrouwen je hebt, hoe meer je stabiel bent, hoe minder angstig je bent voor de dood. Dus we hebben heel vaak angst voor seks. We durven geen seks te hebben om ons over te geven, om ons kwetsbaar op te stellen. Dus die angst voor seks weerhoudt ons om ook verliefd te kunnen worden. Als we ons niet durven te openen, dan worden we ook niet verliefd. En durven we niet kwetsbaar door het leven te gaan. Want liefde kan je ook weer raken. Dus uiteindelijk zie je dat die angst voor seks is heel erg belangrijk, want die kan zorgen dat je niet verliefd kan worden. Dus die zullen we moeten opgeven. We zullen meer seksueel vrijer moeten worden om uiteindelijk weer spiritueel te kunnen groeien, om alle angsten op te kunnen geven. Ik denk dat ik
mooi samenvatting hebt gegeven van het chakraboek van Osho. Over de chakra's, over de verschillende levensfasen wat een mens kan doormaken. Over de aardse chakra's, over de hemelse chakra's. En een beetje over de crowd, de massa en uiteindelijk ook de twee basisangsten die ons weerhouden om uiteindelijk echt te gaan leven. Bedankt voor het kijken naar deze video en graag tot de volgende keer.